We zijn vandaag in Voorschoten om een kijkje te nemen bij Koningsdag. En ondanks dat het weer toch wat minder is, is het hier behoorlijk druk in deze gezellige voorstraat. Met deze Koningsdag start je in feite ook de reeks van een aantal grote evenementen in Voorschoten. We hebben de paardenmarkt, we hebben het weekend van Voorschoten. Maar vandaag dus nogmaals de Koningsdag. Er is door het bestuur een fantastisch programma gemaakt. Het wordt ieder jaar beter. Je gelooft bijna in jouw kamp, maar ieder jaar beter. Dus ik zou heel erg graag een applaus willen voor het bestuur, maar ook voor alle sponsoren die dit mogelijk maken. Naast mij staat burgemeester Staatsen van Voorschoten, die net de Koningsdag heeft geopend. Wat is nou het mooiste van de koningin op de Koningsdag in Voorschoten? Nou, wat ik leuk vind is dat wij proberen de jeugd erbij te betrekken. Want wij vormen elkaar een samenleving. Koningshuis is daar ook het symbool van. We moeten ook zorgen dat ook de jongeren dat vasthouden. En we hebben dus een hele mooie kinderoptocht in Voorschoten. Ook vanochtend weer met 4 muziekkorpsen tussendoor. En defilé afgenomen bij het gemeentehuis. Nou, dat vind ik echt wel heel erg aardig. Heel erg leuk. Maar daarnaast er gebeuren heel veel activiteiten. Er is in het Berghoutpark een eendenrace met een wedstrijd. In de voorstraat zijn allerlei sportieve dingen. Dus er is echt een heel uitvoerig en uitbundig programma. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat u een van de weinige gemeentes bent in de omgeving die nog zo'n uitgebreid programma met muziekkorpsen heeft. Ja, ik denk het ook wel, ja. Maar dit vind ik toch wel een beetje typisch Voorschoten. We zijn hier we vormen een hele hechte gemeenschap met elkaar. Ja. We hebben ook een bestuur van de Oranjevereniging met veel jonge mensen, ook met kinderen. En ik vind je moet ook altijd werken vanuit positieve energie. Het is Koningsdag, maar het is ook een feest van verbroedering in Voorschoten. En dat vind ik heel erg belangrijk. Absoluut. Ik dank u vriendelijk voor dit gesprek. Ja. Ik sta hier bij twee organisatoren van deze mooie Koningsdag in Voorschoten. Zij zijn lid van de Oranjevereniging. U bent? Ine Koevoet. Frans Vergossen. En u bent de voorzitter, begreep ik? Ja. En u bent? Ik ben de secretaris. Okay. En heeft u nou ontzettend veel voorbereiding gehad aan deze dag? Ja, zeker. En daar hebben we ook heel veel plezier in om dat allemaal te doen. En als je het resultaat ziet, dat is geweldig. Zoveel mensen die ondanks het weer gewoon lekker hierheen komen. Zonnetje erbij, het is fantastisch. Ja, ongekend hè, dat zonnetje. We hebben de buien weggestuurd. Laten we het daarop houden, hè, naar andere regionen. Maar wij hebben echt geluk gehad. En daar zijn we erg dankbaar voor. En ook bedankbaar voor het bezoek van zoveel mensen die hier, ondanks het mindere weer ten opzichte van vorig jaar, toch zijn gekomen. En het is een hele gezellige sfeer. Zoals u zelf ziet. Ja, dat is absoluut zo. Ik zei net al tegen de burgemeester dat eigenlijk deze gemeente een van de weinigen is die nog met muziekkorpsen werkt, als ik het tenminste goed begrepen heb. Oh, sterker nog, we hebben een extra muziekkorps erbij gekregen. Tamarco uit Leiderdorp. Die hebben we vorig jaar kunnen vragen voor 5 mei. En die waren enthousiast om ook nu weer hier op te treden. En wat is een feest? Een feest is muziek, een dans, een eten en een drank. Laten we wel wezen. De muziek is echt een goed onderdeel ervan. Wat vindt u nou het allermooiste onderdeel van deze Koningsdag? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, dat is een strikvraag. Nou, het touwtrekken is natuurlijk geweldig. Dit jaar ook de Lions met de eendjesrace voor de natuurspeeltuin. Wat wij ook van harte steunen vanuit de Oranjevereniging. En ja, er is de poppenkast die we dit jaar binnen doen bij het postkantoor vanwege het weer. De flits en lampie, de clowns, de kermis met Jan over de vest. Ja, en ik kan er toch wel aan toevoegen.
toevoegen dat, dat zoiets wel een heel jaar organisatie vergt om dat zo voor elkaar te krijgen, denk ik. Het gaat steeds beter. Ja? Het gaat steeds beter, ja. Ja, de samenwerking gaat steeds beter. Goed zo. Nou, ik wens u een hele prettige dag toe. Tot nu toe vind ik het allemaal al heel mooi. En graag tot volgend jaar. Zeker, van harte welkom. Van harte dank welkom, u wel. Inderdaad. Ik sta hier naast Giel van Zundert. En Giel, jij bent al 36 jaar, heb je een hele bijzondere positie hier in, op de Koningsdag. Inderdaad, ik ben hier al 36 jaar de spreekstalmeester. 36 jaar geleden uitgenodigd toen de tijd door Piet Beverwijk, ook lid van het bestuur. Hij zei, joh, ik heb voor jou wat leuks, want ik doe dat voor mijn beroep ook. Hij zegt, en kom eens een keer naar Voorschoten dat we met elkaar praten. Nou, ik ben nooit meer weggegaan. Nou, je doet het goed, heb ik gehoord. Ja, nou, ik vind het altijd ook een leuk. Voorschoten is ook altijd zeer apart. Natuurlijk, hè? Want het is hier klein, knus en gezellig. En dat is toch heel wat anders als je die grote feesten hebt bijvoorbeeld op een museumplein. Maar hier, iedereen kent elkaar en dat is juist zo leuk. Ja, dat maakt het gezellig, hè? Ja, en de Voorschoot. Het is altijd ook een gezellige straat natuurlijk voor dat soort dingen. Absoluut, ja. Absoluut. Echt nog een oude Hollandse straat. Ja, ja, het is ook een dorpsgemeenschap, kunnen we zeggen. En toch geeft het een stadsuitzicht met als je ziet wat er gebeurt. Ja. Het is zo defilé ook, hè? Voor het stadhuis is mooi. Hier de bijeenkomst en muziekkorpsen. En in de loop jaren ben ik al die mensen hier gaan kennen. En als je het test dat ook, iedereen zwaait je gedag, iedereen roept Giel en zo. Ja, dat is leuk. Nou, ja. Ik hoop dat je het nog lang volhoudt, Giel. Ik hoop het voor mezelf ook, want ik heb altijd gezegd, ik stop met praten wanneer ik niet meer kan praten. En dat stond ook met acteren en optreden tussen. Oké, okay. Ik zie je volgend jaar weer. Zeker weten. Ja hoor, bedankt. Bedankt. Hij wordt geholpen door zijn buurman. Die duwt hem naar binnen. Die kan er niet meer langs. Hij kracht hem tegen het hek. En we hebben de winnaar. Ja. Daar komt hij. Oh, en nummer 1. We staan hier nu bij een van de hoogtepunten van de Koningsdag in Voorschoten, bij het touwtrekken. En ik sta hier met de meneer van de jury. En uw naam is? Mijn naam is Aart, Aart Borghuis. Aart Borghuis. Aart, wat zijn nou de spelregels bij dat touwtrekken? Touwtrekken doe je met een team van 6 personen. En degene die het eerst over de streep gaat, die heeft gewonnen. Heel simpel is het eigenlijk. Heel simpel. En nu gaat kijken wie het eerst over de streep gaat? Ja, nou, dat gaat aan de hand van Giel, onze speaker, die kijkt naar de scheidsrechter. En wij uiteraard ook. En wij zijn met z'n tweeën om dat te noteren. Oké, en dat is een poolsysteem? Een poolsysteem, ja, dat klopt. We zijn nu, normaliter hebben we een damesteamswedstrijd en een herenteamwedstrijd. Maar vanwege het slechte weer zijn er te weinig dames op komende dagen. Dus we doen het nu met de heren samen. Nou, sorry. Ik ben heel benieuwd. Ja. Hartelijk dank. Ja. Succes. Graag gedaan. Je gaat eerst even...